Heb je niet die vrachtauto, hoor je niet op de achtergrond? Nou, maar we horen jou in ieder geval wel op de achtergrond. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Hey, wat kijken we hier naar? Nou? We hebben een KV Swift auto met het logo van Middelburg. En jullie zijn van korfbalvereniging Swift. Mm-hmm. Maar ik weet het, een deelauto. Maar de rest van het concept is me nog geheel onduidelijk. Vertel eens. Ja, het is eigenlijk de deelauto van KV Swift. En dat is de auto waar wij zelf mee naar uitwedstrijden gaan. Maar dat betekent, omdat wij niet iedere dag een wedstrijd spelen, dat die ook regelmatig stilstaat. En vandaar dat we het concept deeleconomie ook hebben omarmd. En willen kijken of er wellicht interesse is om die auto ook te delen. Maar hoe werkt dat? Want Dylan, jij gebruikt hem op het moment. Jij bent student aan de HZ, hoorde ik net. Klopt. Maar hoe vaak gebruiken jullie nou? Ja, we gebruiken hem vooral voor uitwedstrijden. Door de week staat hij natuurlijk stil. Dus nu kunnen we kijken of er door de week misschien beter gebruik van gemaakt kan worden. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jullie hebben nu de sleutels bij me. Stel dat ik hem nu komende week zou willen lenen. Wat moet ik dan doen? Ja, nou ja, er zijn verschillende platforms zoals Snapcar en MyWheels. En daar kun je de auto gewoon op reserveren. Maar het is ook gewoon officieel een deelauto waardoor het goed geregeld is en goed verzekerd. Want daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Waardoor als je dan aanmeldt, je de auto eigenlijk kunt gebruiken. En waar staat hij dan? Dat kan overal zijn. Ja, hij staat nu regelmatig of bij mij of bij Dylan in het Nieuw-Middelburg of in Stromerwijk. Oh, dus echt wel in de stad gewoon, ja, in Middelburg. Ja, in Middelburg, redelijk dicht bij het centrum, kan de auto dan. Daar moet ik dan eigenlijk even met mijn fiets naartoe en dan kan ik hem pakken. Of, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat kost me dat dan? Want als ik nou een dagje de auto wil lenen, wat ben ik dan kwijt? Ja, dat is een beetje afhankelijk waar je natuurlijk naartoe wil. En ook afhankelijk van leeftijd en dat soort zaken. Maar ja, het is eigenlijk niet zo heel erg duur. Want ja, juist het voordeel van zo'n deelauto is dat je de kosten met elkaar kunt delen. Want als ik een auto heb die de hele maand eigenlijk stilstaat, ja, dan heb ik een heleboel onnodige kosten. En nu als je de auto deelt met elkaar, ja, dan hoef je eigenlijk veel minder kosten te betalen. Maar waar moet ik ongeveer aan denken? Kost het me een tientje per dag? Kost het me 50 per dag? Of, Nee, 50 helemaal niet. Het is 19 cent de kilometer. En dan betaal je nog iets van 5 of 10 euro voor de verzekering. En dat is het eigenlijk. Dus dat is relatief hartstikke. Dat is inderdaad niet. En ja. Wat is het eigenlijk? Want ik zou nu bijna denken, is het een Suzuki Swift? Nee, ja, helaas. Nee, het is een Peugeot. Het is een Peugeot. Je moet hem niet huren om straatraces mee te houden. Maar het is wel een uitstekende auto om gewoon mobiel te zijn als je even een tweede auto nodig hebt. Of op het moment dat je natuurlijk even vervoer zoekt. Ja, en voor jullie is het ook gelijk gratis reclame voor de club. Zeker. En spelen jullie zelf bij Swift of zijn jullie coaches? Of, Ik ben bij Swift, ik speel bij Swift, ja. Ja? Ja. Het eerste? Ja, het eerste, ja. Oké, dus jij kent Eefje ook wel? Ja, ik ken Eefje ook wel. Ja, het is een gemengde sport, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, leuk dat jullie het even hebben toegelicht. En waar kunnen mensen zich aanmelden nog een keer? Ja, als mensen meer informatie willen of interesse hebben, kunnen ze kijken op de website www.kvswift.nl. Okay. En hartstikke leuk. Het is trouwens Mayo de Peugeot. En Mayo heeft ook een eigen Facebookpagina. Oh ja. En dat is facebook.com/Mayo de Peugeot. Okay. Nou, oké, dat is helemaal helder. We zullen ongetwijfeld linken. Nou, dat is helemaal goed. Hey, dankjewel voor de toelichting. Kijk. Graag gedaan.